Je ziet het niet, maar onder deze bergen zitten kilometers lange grotten. Reddingswerkers en grotexperts hebben er een kamp op gezet. In de grotten wordt regelmatig onderzoek gedaan. Ook nu. Een Amerikaanse wetenschapper daalde af tot wel een kilometer diepte onder de grond. Maar dat ging mis. Hij werd ziek en kreeg een bloeding in zijn maag. Daardoor kon hij niet meer zelf naar boven komen. De weg terug is veel te zwaar. Toch gaat het goed met de man, vertelt hij zelf in dit filmpje. Reddingswerkers hebben een dokter naar hem toegebracht. Are you okay? I'm doing well. Thank you. The quick response of the Turkish government to get the medical supplies that I needed, in my opinion, saved my life. As you can see, I'm up, I'm alert, I'm talking, but I'm not healed on the inside yet, so I'm gonna need a lot of help to get out of here. En daar doen deze reddingswerkers nu hun best voor. Ze proberen een manier te vinden hoe ze de wetenschapper op een brancard de grot uit kunnen tillen. Maar voor die de grot uit is, dat kan nog dagen, misschien wel weken duren.